Okay. Maar u vertelt in het interview dat u een bezoek aan de darkroom heeft iets van een bezoek aan de kerk, omdat je in beide je identiteit verliest. Ja. Ik citeer nu vrij uit hoor, maar leg dat eens nader uit. Nou, ja kijk, voor een deel is het natuurlijk... Kijk, laat ik het zo zeggen. Een bezoek aan een darkroom kan op hele verschillende manieren plaatsvinden. En ik heb het religieuze aspect naar voren gehaald. Het kan ook zo anoniem zijn, laten we het maar noemen bestiaal. Ook dat maak je mee, maak ik ook mee. Maar het heeft iets... Ik zal u, laat ik het maar heel rechtstreeks zeggen. Ik denk ook dat klaarkomen een diep religieuze ervaring kan zijn. Het heeft iets te maken met versmelten. En is het dat, versmelten of het overwinnen van de dood? Dat die ene seconde dat je klaarkomt? Nou, ik denk beide. Die vijf misschien. Je kunt ook zeggen dat je de dood vergeet. Ik denk dat het dat veel meer is. Het moment is zo intens, zo van belang, dat het je niet kan schelen of je dood bent of leeft. Het is iets van een andere orde. Maakt het de darkrooms ook spannender dat het afgelopen kan zijn? Een verkeerde ontmoeting? Nee, zo macaber ben ik niet. Ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die dat spannend vinden. Maar u gaat met condooms, zeg maar. Ja, ik zit in het AIDS-fonds. Dat zegt toch niks? Ja, maar ik ben een verantwoordelijk mens. Ik vind dat je... Als jij... ik ben natuurlijk voor een deel... Ik zit in het AIDS-fonds. Ja, nou, een bestuurlijk antwoord is dit. Nee, dat is praten geen... over uw passie, over uw hartstocht. Nee, dat zal ik u dan vertellen. Nou, dat is ook een hartstocht. Ik vind dus... Ik ben me heel goed bewust dat zoals jij dat bent, ben ik dat ook. Ik ben een beelddrager. Omdat wij in de openbaarheid functioneren, heb je ook een verantwoordelijkheid, dat is ook heel mooi, die iets verder gaat dan jezelf.